Vandaag mag ik voor Café Weltschmerz interviewen Marcel Canois. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Zeker. Econoom en veelvuldig vanuit zijn expertise figurerend in de media. Met name ook over gezondheidszorg, maar je doet veel meer, Marcel. Klopt, ja. Ik las dat jij van jezelf zegt, ik ben een generalist-econoom. Ja. Kan dat nog? Ja, dat kan nog, ja. Ja, dat is het is wel riskant. Ja. Maar ja, als je wat ouder wordt, ja. En dat ben ik nu eenmaal, ja. Dan is het toch wel mogelijk om je op meerdere terreinen actief te zijn. Ouder, meer terrein? Nou ja, kijk, als je jong bent, dan doe je een beetje wiskunde en ja. Dan specialiseer je. Ja. Op een gegeven moment schrijf je proefschriften en dan ben je ergens een expert in, tussen aanhalingstekens. Ja. En ja, later kom je er dan achter dat er ook wel meer dingen zijn dan alleen dat expertise waar je ooit op gepromoveerd bent. En dan zo langzamerhand... Ja, kun je dan toch in staat zijn om je verder te verbreden. En dan zie je dat het ook veel leuker is natuurlijk, om op meerdere terreinen actief te zijn. Het is wel risicovol natuurlijk, want ja, je kan niet overal een expert zijn. Nee. Maar ik werk dan wel heel vaak samen met mensen die dan van dat terrein wat meer weten dan ik. Dus. Ja. Want, heb jij ook een atypische carrière als econoom? Want je bent heel veel veranderd van banen. Je hebt heel veel plekken gezeten, uiteenlopende plekken. Nou, ik ben eigenlijk niet zo heel veel veranderd van baan als het lijkt. Want ik ben ook best trouw geweest aan de instellingen of de... Ik heb bijvoorbeeld bijna 10 jaar bij het Centraal Planbureau gewerkt. Ik heb 3 jaar bij de Europese Commissie gewerkt, maar dat was nou eenmaal iets tijdelijks. Bij de denktank van de president, dus dat was ook wel iets heel leuks om te doen. Ja. En ik heb 6,5 jaar bij Ecoris gewerkt, dus dat is ook wel vrij lang. Bijna 6 jaar bij Tilburg. Dus ja, het is misschien wel zo dat ik na een aantal jaar denk van... Goh, ik moet weer eens wat anders gaan doen. Maar dat is niet dat ik een jobhoppertje ben of zo, dat ik elk jaar wat anders doe. Alleen nu... Ben ik toevallig, omdat ik nu ZZP'er ben, doe ik nu toevallig 10 dingen tegelijk. Maar ja. Dat is ook leuk. Maar past dat goed bij jou als persoon? Ja. Past dat goed bij een econoom? Hoe kijk je daarnaar? Nou, economen zijn net zo moeilijk met elkaar te vergelijken als psychiaters. Dus het past in ieder geval goed bij mij. Ja. Want ik heb gewoon veel belangstellingen en ik ben een beetje... ik hou er ook van om stukjes te schrijven over onderwerpen en... om me gewoon met veel dingen te bemoeien, dat vind ik wel leuk, ja. Ja, dat heb ik altijd leuk gevonden, maar nu ben ik ook in een positie dat ik dat ook echt kan doen. Dus. Ja, en zou het goed zijn voor de economie als er meer generalisten waren? Dus bijvoorbeeld in de geneeskunde zie je eigenlijk dat mensen steeds meer zich zijn gaan specialiseren, met grote voordelen, want heel veel kennis op een specifiek terrein. In de economie lijkt op afstand, ik weet er echt weinig van, hetzelfde een beetje gaande. Is generalist zijn, is dat voordelig? Nou, ik denk dat er wel een parallel is met de geneeskunde. Ik denk dat die verregaande specialisatie in de geneeskunde in principe een goede en natuurlijke ontwikkeling is. Maar naast specialisten, wat je nu heel vaak ziet, is dat mensen, als ze bijvoorbeeld een ziekenhuis binnenkomen, dan hebben ze niet één heel specifiek dingetje. Dan hebben ze iets waar 3-4 specialisten tegelijk aan te pas komen. Als je op de eerste hulp bent, dan is een generalistische kennis is buitengewoon belangrijk. Dus wat je nu eigenlijk ziet, is dat je in de geneeskunde een combinatie nodig hebt van die specialismen die er nu eenmaal nodig zijn. Omdat als jij toevallig een heel specifiek long- of hartkwaal hebt, dan kan je maar beter naar de beste gaan. Maar je ziet ook, omdat dingen vaak met elkaar te maken hebben, dat naast die tendens naar specialisatie er tegelijkertijd ook behoefte is aan generalisten. En dat is in de economie niet anders. Op het moment dat jij in de diepte wilt duiken op thema X, daar is altijd behoefte aan. En dat is ook nuttig, dat mensen van hun leven inzetten voor specifieke thema's. Maar ja, dan dreigt natuurlijk ook bij de economen dreigt er dan tunnelvisie. En, zeker als je kijkt hoe universiteiten tegenwoordig georganiseerd zijn, dan is het risico op tunnelvisie is aanwezig. En dan is het dus wel prettig dat er ook een paar van die gasten als ik rondlopen die het leuk vinden om die inzichten van die specialisten een beetje te combineren. Ja. Maar waar merk jij als economie in de gezondheidszorg rondloopt dat die behoefte aan generalisten er is? Want ik merk er niks van. Nou, die behoefte is er bijvoorbeeld in een ziekenhuis. En ja, ik ben in een van mijn projecten ben ik een paar dagen in een ziekenhuis rondgelopen in alle afdelingen. Dus ook in de bestuurskamer, maar ook op de operatietafel. En toen werd dat toch van alle kanten gezegd. Hè? Maar wat is dan alle kanten? Nou, en zowel vanuit de artsenkant als vanuit de bestuurlijke kant. Dat naast die specialisten ook generalisten nodig zijn.
Bijvoorbeeld, hè, dat, voorbeeld van iemand die, ja, laat ik zeggen, elke maand weer bij de eerste hulp komt met een of andere klacht. Ja. En dat er niemand is die eigenlijk regisseur is over de patiënt. Ja. De huisarts zou dat natuurlijk kunnen zijn. Ja. Nou, de huisarts is natuurlijk een hele belangrijke generalist. Ja. En, maar zo'n soort generalist is denk ik wenselijk in een tijd dat er, ja, dat je steeds vaak met multimobiliteit te maken hebt of met meerdere kwalen tegelijk. Maar jij wordt dan ingeschakeld om daarover mee te denken? Ja, bijvoorbeeld. Ja, en dan gaat het al snel denk ik over de financiële kant van de zaak? Of nee. Moet je dat zo niet zien? Nee, dus zo moet je dat niet zien. Nee. Leg hem eens uit, want ik heb het idee dat er amper wordt nagedacht op het niveau van de medisch specialist over. Nou ja, misschien komen we hier bij een thema wat ik heel vaak tegenkom, als ik zeker in de gezondheidszorg, maar ook breder in gezelschap van niet-economen. Dat is het beeld van de economie, dat gaat eigenlijk over geld. Hè? Ja. En een van mijn belangrijkste activiteiten op dit moment is, ik schrijf een schoolboek economie voor HAVO en VWO. Ja. Ja. En op elke tweede bladzijde bij wijze van spreken, overdrijven natuurlijk een beetje, moeten we uitleggen dat economie gaat helemaal niet over geld. Ik weet ook helemaal niks van geld. Economie gaat over relaties. Want economie gaat eigenlijk om verstandige keuzes maken. Ik heb verschillende dingen die allemaal verschillend iets waard zijn en wat moet ik kiezen. Maar ze gaan ook over zorgen dat ik gebruik kan maken van verschillen. Jij bent anders dan ik. En omdat jij anders bent dan ik, kunnen wij iets samen doen waardoor we er allebei beter van worden. Nou, daar gaat de economie om. Maar om dat te doen, moet ik natuurlijk wel een beetje investeren in jou. Want ik moet weten wie jij bent en wat jij kunt. Ja. En wat jouw normen en waarden zijn. Nou, als ik dat allemaal een beetje snap, dan kunnen wij iets samen gaan bedenken. Nou, daar gaat economie eigenlijk over. En geld, ja, dat is maar een instrument. Dat is een ruilmiddel. Dat is iets om wat wij allemaal zouden willen soms wat makkelijker te maken. Zeker als er meerdere personen bij komen. Maar als ik dan toch in de gezondheidszorg kom, dan denken ze heel vaak, ja, die econoom, ja, die gaat over het geld. Ik denk, ja, geld, oké, dat is één factor. Maar het gaat toch in de gezondheidszorg bijna alleen maar over geld? Nou, wat mij betreft gaat het helemaal niet alleen maar over geld. Nee, het zou niet moeten. Maar alle discussies, alles wat je erover in de krant leest, gaat toch eigenlijk alleen maar over geld? Nou, ik ben wel met je eens dat dat zeg maar de kostenfactor, hè, als je het zo mag zien, dat wel een vrij groot gewicht heeft in de media. Dat wil niet zeggen dat, en ook in de Tweede Kamer, hè, nou ja, dat heeft natuurlijk wel zijn oorzaken. Ja. We zien dat de gezondheidszorg nu eenmaal een sector is die in ieder geval een aantal jaren lang daar de kosten zijn gestegen. En dat is een factor waar we onze ogen niet voor kunnen sluiten. Er staan allerlei dingen tegenover. Maar het feit dat het een kostbare post op de begroting is en dat het altijd maar dreigt te stijgen, is iets waar je je ogen niet voor kunt sluiten. Dat zou alleen heel slecht zijn. En daar verzet ik mij ook in alle gremia en alle fora waar ik optreed, verzet ik mij daartegen. Als het alleen maar over geld gaat of als de enige factor die bepaalt of je iets wel moet willen of niet moet willen, hoeveel het kost is. Ja, dat zou een hele armzalige verschraling van de hele discussie zijn. Oké, maar dan even terug naar jouw definitie van economie die je net gaf, die me heel sympathiek in de oren klinkt. Dan kunnen we toch eigenlijk met één pennenstreek nu zeggen, de organisatie van de gezondheidszorg zoals die nu is, kappen. Want dat volstaat helemaal niet. Nog los van het geld, dat is toch helemaal niet waar mensen met een hulpvraag behoefte aan hebben. Zo'n waanzinnig bureaucratisch complex systeem met allerlei managementlagen. Zorg is toch gewoon tussen twee mensen. Punt. Je kunt de ene tak van de gezondheidszorg niet makkelijk vergelijken met de andere tak. Hè. Bij de huisartsen vind ik eigenlijk dat het best wel oké gaat. En bij de ziekenhuizen, de financiering is natuurlijk een ramp. Maar een ziekenhuis nu en een ziekenhuis 15 jaar geleden, 10 jaar geleden. Nou, geef mij maar het ziekenhuis nu hoor. Maar laat ik zeggen, dan zijn er ook andere delen van de gezondheidszorg waar jouw beeld wat misschien wat beter op toepassing is. Ik sprak laatst voor één instelling en er waren 80 mensen. En er waren 80 leidinggevenden van één instelling. Ja. En daar schrok ik wel even van. En dacht ik van, één instelling, 80 leidinggevenden. Het bureaucratisch monster wat we gecreëerd hebben, met name in de financiering, in het toezicht, in de controle,
Ja, dat is natuurlijk hopeloos. Ja. Maar daar wordt toch zelfs de huisarts zo gek van? Ik ben met je eens, de huisarts het helemaal niet zo slecht doet. Maar die heeft in 40-50% van de gevallen ook al burn-out verschijnselen vanwege de administratie terreur. Ja, nou ja, ik denk dat dat inderdaad een groot thema is in de gezondheidszorg. Ja. En dat is overigens niet uniek voor de gezondheidszorg. Want je ziet het in de financiële toezicht, zie je dat eigenlijk ook. En je ziet het in de sociale zekerheid. En dus dat heeft een beetje te maken met het mensbeeld waar dit kabinet mee leeft. Ik heb dat het Oblomov mensbeeld genoemd. De gedachte dat als je mensen met rust laat en vertrouwt, dat ze dan met bier en chips op de bank gaan zitten, in plaats van iets nuttigs met hun leven doen. Nou, of dat als je iemand die in gezondheidszorg werkt zijn werk laat doen, dat hij dan zijn zakken gaat vullen of gaat zitten frauderen of iets anders gaat doen. Dat mensbeeld, dat leidt natuurlijk tot een hele winkel van bureaucratie. Maar dat is niet alleen maar het kabinet. Dat is de Kamer, dat is de media. En dat is eigenlijk ook de burger zelf. Want als je... dus ik vind ook niet dat je dat alleen maar op de politiek mag afschrijven. Als er iets gebeurt, ergens, een incident, maakt niet uit wat. Hoe onschuldig het ook is als je de details van het incident bekijkt. Dan de dag daarna zijn alle mediaprogramma's die spreken er schande van. Ja. De dag daarna wordt er een Kamerlid wakker en die roept de staatssecretaris naar de Kamer. En die zorgt ervoor van ja, los dit op. Want kennelijk is er een probleem en een probleem moet opgelost worden. En een oplossing dat is altijd meer regelgeving, meer controle en meer bureaucratie. En nooit minder. En daar zitten we wel met z'n allen bij. Dus, maar moet daar dan niet krachtiger... Ja. Verzet tegenkomen. Ja, en als ik een staatssecretaris zou zijn, dan zou mijn eerste stap zijn, nou, doe mij maar eens een voorstel, sector. Ja. Welke 5 regels kunnen eruit? Ja. Maar wel zonder dat de volksgezondheid in gevaar komt. Hè? Want kijk, sommige regels zijn er nu eenmaal niet voor niets. Ik heb die exercitie overigens zelf wel eens bij de gehandicaptenzorg toegepast. Ja. En toen was ik, toen hielp ik de gehandicaptenzorg. En een van mijn vragen was, Oké, noem mij maar eens een top 5. En toen gingen ze een top 5 samenstellen. En dat bleek toch, en dat was wel weer grappig, dat 3 van die top 5, dat regels waren die ze zelf hadden eigenlijk hadden opgelegd. En dat was ook wel inzichtelijk voor. Ja, oké, dan moeten we daar eigenlijk ook wat aan doen. Het is niet alleen maar de overheid. Het zijn ook de sector zelf die allerlei regels oplegt. Nee, dat begrijp ik. Maar vorige week zat jij bij Nieuwsuur over de PGB-ellende. Ja. Dat is toch echt ellende. Dat is helder. De Rekenkamer heeft een vernietigend rapport. Ja. En dan vind ik je toch nog mild. Dan zeg ik, ja, ze hebben een beetje gedacht dat het in de uitvoering dat het allemaal snel kon. En ze hebben de complexiteit van de operatie onderschat. Maar gaat er niet gewoon iets aan vooraf van je moet zorg helemaal niet op die manier willen organiseren? Zit daar niet een vraag voor? Ja, daar zit een vraag voor. Het PGP-dossier is gewoon best wel complex. Ook, dus ja, het is natuurlijk altijd heel verleidelijk, ook op de televisie of anderszins, om meteen iedereen voor rotte vis uit te maken die iets niet goed heeft gedaan. Dat is mijn voorstel niet. Nee, dat snap ik wel. Maar toch, de suggestie is toch een beetje van, ja, ik moet daar wat steviger tegen ageren. En het PGB is gewoon heel lastig. In beginsel is het PGB-systeem bedacht om mensen keuzevrijheid te geven. Dat is niet bedacht om een of ander bureaucratisch monstertje te creëren. Dat is om mensen keuzevrijheid te geven. Want je kunt kiezen van of je neemt reguliere zorg, hè, op de manieren waarop dat overal gaat, maar je mag het ook zelf organiseren. Nou, de gedachte was keuzevrijheid. Mensen vinden het prettig, eigen regie, prima. Ja, en vervolgens hebben we dat natuurlijk dan weer ingewikkeld gemaakt. Dan zijn er ook fraudegevallen. En dan gaan we het nog ingewikkelder maken op het moment dat er al gedecentraliseerd wordt en het sowieso eigenlijk al heel ingewikkeld is. Dus ja, dat is een ongelukkige combinatie van factoren. Maar als die decentralisaties nou soepel waren verlopen, stel. Maar dat wist je toch van tevoren? Tuurlijk wist je dat van tevoren. Daar heb ik ook voor gewaarschuwd. Daar hebben andere mensen ook voor gewaarschuwd. Maar hoe gaat het dan mis? Wie luistert dan niet naar je? Of bellen ze je als het al te laat is? Ja, nou, in het specifieke geval van de PGB's is het gewoon heel lastig. Omdat, kijk, gegeven het feit dat ze die keuze hadden gemaakt om te decentraliseren, moest die PGB ook anders. Want het oude systeem was niet geënt op het nieuwe systeem. En ja, wat je gewoon heel vaak ziet, en dat heb ik ook in Nieuwsuur uitgelegd, maar dat kan ik ook bij talloze andere dossiers herhalen. Kijk, iets als uitvoering, dat wordt toch niet echt, dat wordt gewoon niet goed gemanaged.
En dat wordt toch een beetje gezien als restpost. Men gaat wat knutselen op de tekentafel. En we denken, nou, het ziet er eigenlijk op papier best goed uit. En ja, dan wordt dat marginaal getoetst of dat ook uitvoerbaar is. En als het dan niet uitvoerbaar is, dan denkt men, ach, dat zijn kinderziektes die na een maand of twee voorbij gaan. Soms is dat ook zo. Alleen in dit geval was het kennelijk niet zo. Ja, er komen heel veel partijen bij kijken. Ja, dat is dom. En ik denk Hoe kan het dan gebeuren? Van Rijn wordt 5 keer teruggehaald naar de Kamer. Hoe vaak moeten ze hem terughalen voordat hij de consequenties moet trekken uit het falende beleid? En niet omdat we Van Rijn moeten hebben, maar omdat dit kan toch niet? Nee, het is, het zal niet het dossier zijn waar hij het gelukkigst van wordt. Nee, dat is waar. Nee, maar wat ik dan altijd lastig vind, is dat mensen als jij, economen, vaak dan achteraf met hele zinnige teksten komen over hoe het allemaal gegaan is. Mm-hmm. En waarom lukt het nou niet dat iemand dat ook nog van tevoren even bedenkt? Of waarom is er niemand die zoveel heeft te brokkelen of in de melk te brokkelen, dat die helpt dat voorkomen? Ja, nou, dat is op zich een terechte vraag. Ik hou ook niet zo van mensen die het achteraf altijd beter weten en vooraf niks zeggen. Maar dat kleeft wel een beetje aan economen, toch? Iedere beurskracht die wordt na afloop feilloos geduid. Dan denk je, ja, had dat even een dag van tevoren gemeld. Dat is een goede vraag. Een stelling uit mijn proefschrift was het enige overeenkomst tussen voorspellingen van economen en waarzeggers is dat economen beter kunnen uitleggen waarom ze het bij het verkeerde eind hadden. Kijk, voorspellen is inherent heel lastig en economen zijn dan ook niet altijd bescheiden, helaas. Ja. En die gaan dan allerlei claims neerleggen die niet waar te maken zijn en dan hebben ze achteraf een probleem. Ik hou mij meestal niet zo met voorspellen bezig, maar je kunt wel waarschuwen. Voor bepaalde dingen zoals dit. Het heeft dan niet te maken met het voorspellen van een beurskoers wat niemand kan, of van een groeicijfer wat heel ingewikkeld is. Maar met een inhoudelijk dossier, daar kun je natuurlijk best van tevoren het nodige doen. In dit specifieke geval van de PGB zijn er ook allerlei instellingen die van tevoren hebben gewaarschuwd. Dus het is zeker niet zo dat dit een onbekend was. In mijn ogen heeft het meer te maken met de hele manier waarop de beleidsvoorbereiding in elkaar zit, waardoor die uitvoering eigenlijk toch altijd slecht doordacht is. En kijk, de Kamer kan niet in zijn eentje al die beleidsvoorstellen of die wetsvoorstellen die er zijn inhoudelijk gaan doorakkeren op uitvoerbaarheid. De Eerste Kamer is wel de taak daarvoor, maar ja, dat is dan toch vaak wat juridisch. Dat we toe moeten naar een systeem waarin dat nog wel expliciet wordt meegenomen. Nog explicieter wordt meegenomen in de kwaliteit van wet en regelgeving. Maar de zorg is sowieso heel erg gejuridiseerd. Ja. En economen spelen in mijn optiek een veel te grote rol. En dan komt daar nog weer eens bij dat je ook af en toe het gevoel krijgt dat al die mensen die adviseren, commentaar geven en hun columns daarover schrijven, dat die onderdeel uitmaken van een groot geheel waarbij je binnen die bandbreedte een beetje kritisch moet doen, maar ook niet buiten moet. Het houdt elkaar ook allemaal een beetje in stand. Je hebt een leerstoel bekleed die door de NZA werd gefinancierd. Nou, dat is niet zo. Oh. Indirect, ja, misschien. De NZA financierde een onderzoeksprogramma. Ja. En dat was een onderzoeksprogramma waar de NZA de helft van betaalde en Tilburg betaalde de andere helft. Ja. En ja, ik maakte onderdeel uit van dat onderzoeksprogramma. Er zijn heel veel misverstanden over leerstoelen. Ik heb nog nooit in mijn leven iets niet kunnen zeggen wat ik wilde zeggen. Nee, maar de vraag is of je het doet. Dus voel je je voldoende onafhankelijk? Ja, ik ben berucht onafhankelijk. Kijk, ik heb natuurlijk allerlei rollen. En vanuit een rol is het niet altijd kies om alles te zeggen. Ja. Maar alles zeggen vind ik ook niet onafhankelijk. Kijk, ik ben bijvoorbeeld voorzitter van Longkanker Nederland. Ja. En tegelijkertijd zit ik in het Zorginstituut in het adviescommissie pakket. Die moet bepalen wat er wel en niet in het basispakket zit. Nou, dat levert wel eens een situatie, kan opleveren in de toekomst, waarbij je even niet mee mag doen, omdat je in een conflict of interest zit. En dan mag je even niet alles zeggen. Maar ja, ik ben berucht om het feit dat ik alles zeg wat ik vind dat er gezegd moet worden. Maar dat betekent niet altijd dat je je activistisch of moet opstellen, omdat dat is niet mijn stijl. En het is ook niet altijd effectief. En ik voel mijzelf totaal niet geremd om kritisch te zijn naar de zorg toe. Ik ben er ook helemaal niet van afhankelijk. Nog financieel, nog anderszins. Maar dat was ik ook niet toen ik bij Ecoris werkte. Maar als ZZP'er heb je wel rekening te houden met
belangen van opdrachtgevers. Nee, ik niet. Je denkt niet van mijn columnist in een Financieel Dagblad is me wat waard, dus ik moet nu even... Maar mijn column met het Financieel Dagblad is mij heel veel waard. Ja. Maar die is me met name veel waard als ik onafhankelijk ben. Want dat is wat de lezer van mij verwacht. Ja. Ik heb nog nooit een column geschreven omdat ik bang was voor een opdrachtgever. Of dacht van, integendeel, ik heb ze heel vaak dingen gezegd. Dat ze dachten van zo, die durft. Heb jij niet voor die gewerkt? Of ga je niet in de toekomst werken? Die verbinding, die bestaat alleen in het hoofd van mensen. Die bestaat niet in mijn hoofd. Het is natuurlijk altijd heel lastig om uit te leggen. Want kennelijk bestaat het wel in iemand anders hoofd. Dus ik kan niet zeggen dat het niet klopt. Als ik columnist van een krant ben. Of van Zorgvisie, wat ik ook ben. Of van het Medisch Contact. Dan heb ik een belofte aan de lezer. Ja, nee, en die belofte aan de lezer, open, ja. Die belofte aan de lezer is dat ik dingen bespreek die voor die lezer interessant zijn. En daar behoort bij dat je onafhankelijk bent en vrij van denken. En dat wil niet zeggen dat je te allen tijden alles moet willen roepen of hoeft te roepen. Maar je moet wel onafhankelijk zijn. Nou ja, je mag mij één column aanwijzen waaruit blijkt dat dat niet zo was. Nee, maar... Je moet wel strategisch opereren. Tegelijkertijd. Ik opereer niet strategisch. Nee? Ik vind gewoon elke week... Ik weet nooit van tevoren waar ik over ga schrijven. En elke week komt er een of ander onderwerp... via de krant, Twitter... of ik kom iemand op straat tegen... of ik spreek met jou of met wie dan ook. Ja. En dan denk ik, daar ga ik eens wat over schrijven. En soms is dat agenderend... omdat er niemand anders... Ja. En dan denk ik van, dit moet eens een keertje op de agenda komen... En soms is dat uitleggend, omdat ik denk dat ik iets snap wat niet goed door anderen tot nu toe in de media is geformuleerd. En soms is het weer iets anders. Soms is het een beetje provocerend, maar dat is nooit een doel. Dat is omdat het soms nodig is. Maar ik heb daar helemaal geen bijzondere strategie. Behalve dan misschien, nou, dat zou er misschien nog een overkoepelend strategie kunnen zijn, is dat ik wel een soort... missie heb om te laten zien dat economie niet over geld gaat, maar over veel bredere, dat het veel breder is. En die missie is niet alleen aan niet-economen, maar vooral ook aan economen, dat wij er baat bij hebben om andere disciplines te omarmen. Ik werk dus ook heel vaak met niet-economen samen, omdat dat veel interessanter is. Daar waar er verschillen zijn, ontstaan vaak interessante en nieuwe inzichten. En wat economen vinden, dat weet ik meestal al. Dus dat vind ik zelf wat dat betreft dan ook minder spannend. Dus die missie van om te laten zien van... wij moeten die andere disciplines omarmen. En economie gaat niet over geld. Dat zijn wel dingen die je regelmatig terug zult zien in dingen die ik schrijf. Maar even terug naar wat we het eerder over hadden. Gezondheidszorg gaat wel... te veel over geld, toch? Eens? In de media gaat het te veel over geld. Maar als ik bijvoorbeeld, om maar even een heel concreet voorbeeld te geven. Ik zit dus in de adviescommissie pakket. Nou, voor de mensen die niet weten wat die commissie doet, die adviseert eigenlijk wat er wel en niet in het basispakket zou moeten zitten. En bijvoorbeeld een medicijn, als we het daar even beperken. Nou, dan zeggen mensen op Twitter of in de krant... ja, dat is belachelijk, want die mensen... het is schandelijk als je zegt dat iets duurder is dan X... dat het dan niet in het pakket moet. Want het leven mag je niet in geld uitdrukken... en die patiënten die mag je niet in de kou laten staan. En dan suggereren ze daarmee dus eigenlijk... dat wij, dus de leden van die commissie... in een soort mechanische exercitie... waarin wat geteld wordt van... dus zoveel gezondheidsdienst levert het op... zoveel geld kost het. Nou, dit mag wel en dit mag niet. Maar als je kijkt hoe die discussies gaan... en die discussies zijn openbaar... dus ik nodig ook iedereen uit die daarin geïnteresseerd is... om daar aan te schuiven... dan is geld is natuurlijk wel een factor. En waarom zou het geen factor zijn? Het is heel raar om te suggereren... dat de hoeveelheid geld die we uit kunnen geven onbeperkt is.
en de implicaties voor de prikkels van de farmaceutische industrie wil ik ook niet voor mijn rekening hebben op het moment dat de suggestie gewekt wordt. Maar dan zijn er dus allemaal andere factoren die ethisch van aard zijn. Ja. Van hoeveel patiënten gaat het hier om? Ja. Hoe kwetsbaar zijn die patiënten? Wat voor alternatieven hebben ze? Wat is de kwaliteit van leven van die patiënt? Dat zijn allemaal factoren die ook meegewogen worden naast wat het kost. En dat is ook precies zoals het moet zijn. Maar dat klinkt prachtig, maar dan hebben we nog te maken met een partij, de zorgverzekeraars, die toch echt wel gewoon winst wil maken. Terwijl de vraag voor mij is dat eigenlijk nodig? Moeten er partijen met zoveel macht zijn die wel het verdienen van euro's als doel hebben? Hoe kijk je daar dan naar? Ja, nou, ten eerste, de meeste zorgverzekeraars zijn niet op winstgerichte bedrijven. Maar ze maken het wel. Ze maken wel winst en een deel van die winst hebben ze ook nodig, omdat ze hele hoge buffers moeten hebben. Ja, dat zeggen ze ieder jaar. Dus ieder jaar moeten ze weer winst maken. Maar helaas is dat gewoon een feit dat ze die buffers moeten hebben. Die moeten ze namelijk van Europa, die moeten ze van de Nederlandse bank. En die moeten ze voor een groot deel ook voor goede redenen. Niet altijd. En dat is ook een paradox waar die verzekeraars zelf mee kampen. Want ja, natuurlijk willen ze graag geld verdienen omdat ze dan beter zijn dan de concurrenten. Ja. En dan kunnen ze meer patiënten hebben. Dan kunnen ze de premies omlaag doen of de buffers omlaag. En tegelijkertijd omdat ze zo groot zijn en omdat ze zulke flinke buffers hebben, is in de beeldvorming zijn dat gewoon een soort grote cashmachines die in luxe panden zitten. Ik ben daar wel redelijk genuanceerd om. Ik vind bijvoorbeeld een voorbeeld. Dat er een zorgverzekeraar voor een ton Bill Clinton als spreker haalt. Dat vind ik niet uit te leggen. Want ja, hoe kun je uitleggen dat dat bijdraagt aan de gezondheidszorg? Vind ik de hele bijeenkomst kost nog wel iets meer. Ja, de bijeenkomst zal nog meer hebben gekost. Of sponsors van voetbalwedstrijden vind ik ook best wel een ingewikkeld verhaal. Maar het sekke feit dat er zorgverzekeraars zijn die financiële instellingen zijn. En die strijden om de gunst van een klant. Daar heb ik principieel gezien geen moeite mee. Je kunt hooguit vraagtekens zetten bij de manier waarop sommige zorgverzekeraars daar invulling aan geven. En dat vind ik ook goed dat we daar kritisch op blijven. En het is ook zo dat zeker naar wat kleinere beroepsgroepen toe, dat tekenen dat bij het kruisen, dat is heel vervelend. Daar willen die zorgverzekeraars zelf ook van af, dat het ook heel schadelijk is voor hun imago. En ja, er zijn dus allerlei situaties waarin dat systeem helemaal nog niet loopt zoals we willen dat het zou moeten lopen. Oké, laatste vraag. Vind jij, naar eer en geweten, dat je dan kritisch genoeg bent naar de rol van die zorgverzekeraars in dit geheel? Want zoals je me nu uitlegt, kan ik het begrijpen. Mm-hmm. Maar het gevoel wat je ook wel eens krijgt van ja, er lopen in dat circuit te veel mensen rond die er ook belang bij hebben en die nemen daardoor niet de afstand ervan die ze zouden kunnen nemen. Vind jij? Ik werk niet voor zorgverzekeraars. Dus, en ik ben ook vaak maar kritisch. Maar wel met longkanker. Ja, toch met zorgverzekeraars te maken. Longkanker is een patiëntenvereniging. Ja, dat weet ik. Maar die hebben toch alles met zorgverzekeraars te maken? Ja, maar wij werken niet. Wij zijn geen verlengstuk van zorgverzekeraars. Nee, dat je moet ze onderhandelen. Wij onderhandelen niet met zorgverzekeraars. Nee, wij zijn geen onderhandelings. Wij zijn er gewoon voor patiënten die kanker hebben. Ja. Ik werk niet voor zorgverzekeraars. En ik ben ook heel vaak kritisch geweest op zorgverzekeraars. Net als ik kritisch ben op andere instellingen waarvan ik vind dat ze dingen doen die niet goed zijn. Maar ik ben er wel genuanceerd over. Ik doe niet mee aan bankenbesje. En ik doe niet mee aan zorgverzekeraarsbesje. Of aan corporaties bashen. Ik kijk gewoon wat doen ze wel goed en wat doen ze niet goed. En als ze het niet goed doen, dan krijgen ze van mij net zoveel commentaar als van iemand anders. Maar een bashen doe ik niet mee. Oké, amen. Dankjewel. Ik dacht echt dat jij ook namens die, want ik weet dat het patiëntenvereniging is hoor. Ik ken Wanda de Kanter goed. Oh ja. Wanda is natuurlijk een van onze heldinnen. Nou, maar die doet wel aan besje. En mijn inzien is ook terecht vanuit haar expertise. Weet je, maar zij doet niet aan het besje van verzekeraars. Zij best de tabaksindustrie. En dat is voorkomen terecht. Ja. Want die tabaksindustrie die speelt een hele bedenkelijke rol. Ja, maar heb ik totaal geen compassie mee met de tabaksindustrie. Het spijt me. Nee, maar Wanda best wat nodig is een beetje mijn gevoel. Dus die ontziet niemand als het gevoel heeft dat het kan bijdragen aan het terugdringen van het aantal mensen wat aan longkanker komt te overlijden. Ja, en dat vind ik vanuit haar positie. Ja, ik vind het ook prima hoe zij zich opstelt tegen de tabaksindustrie. Ja. Net met Pauline Dekker samen
Dat is prima. Ja. Maar ik zie dat ook als bondgenoten. En zij ziet mij ook als een bondgenoot. Dus, maar ja, weet je, er zijn een aantal van die instellingen die dan periodiek het pispaaltje van de samenleving zijn. Eerst waren het de banken, toen de woningcorporaties. En nu zijn het de zorgverzekeraars. En daar doe ik niet aan mee. Maar ik ben tegelijkertijd gewoon prima kritisch. Als die banken, die zijn niet zielig of zo. Nee, een van de bazen van Achmea heeft me ooit één op één verklapt dat hij niet ging betalen dat mensen programma's zouden volgen om te stoppen met roken. Want als die mensen geen longkanker krijgen, dan leven ze 20 jaar langer en dan zijn het hele dure klanten. Ja, dat is denk ik ook een belachelijk argument. Overigens klopt het argument helemaal niet. Het lijkt me ook niet. Maar hij zei het wel, zomaar even te loops. Dacht toch. Dat is een broodje aap van het roken. Dat roken eigenlijk prima is voor de schatkist. Ja. Maar als je alle kosten van roken meerekent. Kijk, als je op het persoonlijk niveau, geloof ik het wel, ja. Ja, dan heb je maar, voor gefinancierd, want er zit zoveel tax op die nicotine dan. Ja, maar als je alle kosten van roken meerekent, dan klopt zelfs dat verhaal niet. Maar ja, dat moet je al zeker niet alleen maar als een kostenpost zien. Hè. Het is gewoon een hele nare ziekte. Bovendien, je krijgt niet alleen maar longkanker, je krijgt COPD, arbeidsuitval, dat is veel meer dan dat. Ziektekostenverzuim, dus ik denk dat er allerlei goede redenen zijn om daar bovenop te zijn. En Nederland loopt achter op dat vlak. Ik heb trouwens ook een column over geschreven. Over dat onderwerp. Dus daar mogen we best wat strenger in worden. Eens. All right. Dankjewel.